Tijd voor weer een nieuwe De Harde Waarheid. En ik heb dit keer echt iets heel erg mooi meegenomen, Martin. Vind je het mooi? Ik vind het fucking mooi. Echt serieus. Ja? Ik ben niet zo dol op gaming laptops. Ik heb er zelf natuurlijk ook eentje. Ik heb een Alienware. En dat ding, weet je, hij doet wat hij moet doen. En de prestaties zijn fantastisch, maar ze zijn zo lelijk, man. Ja. En dik. Ja. En dit is misschien wel, sorry MSI, hun eerste mooie gaming laptop die ze ooit hebben gemaakt. Ja, maar sowieso gaming laptops. Die van Razer, die vind ik wel mooi. Ja. Maar en voor de rest is het allemaal met die RGB kleurtjes, gekke tribal logo's. Deze heeft ook weer een gekke tribal logo. Maar deze is versimpeld. Versimpeld tribal logo. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Nee, het is... Durf je hiermee in een koffiecompany te zitten? Ja, maar dat is dus het ding. He? Het is in ieder geval de Stealth Thin, de 650. En dit is absoluut een... In eerste instantie zou je denken dat dit gewoon een zakelijke laptop is. Of gewoon een beschaafde laptop. Kijk, sommige mensen zullen niet van het gouden randje houden. Ik zou zeker voor het gouden randje gaan. Ik wel. Ja, oké. Okay. Ja. Nou ja, en Floris natuurlijk ook. Ja. Floris de Bijl, want die is gek op goud. Hij is slechts 1,7 centimeter dik. En hij weegt maar 1,8 kilo. Ja, en nice. ik heb hem mee rondgelopen. Een weekje lang. Altijd bij me gehad en dat vond ik echt heel prettig. Overigens vond ik het ook wel even een beetje noodzakelijk om de brick erbij te halen. Want vaak heb je hele dunne laptopjes en dan zit er nog zo'n bak aan vast. Ja, extra gratis tip. Als je een grote bak hebt, koop een tweede adapter. Eentje voor je op je werk of op je opleiding en eentje voor thuis. Absoluut waar. Anyway, de prestaties van dit ding, want je zou zeggen van oké, wat kan je dan inproppen in zo'n klein apparaatje? Het valt echt, het is echt best wel impressive. Er zit een GTX 1070 Max-Q grafische kaart in. Die wordt gekoeld door twee blazers, dus dat ding wordt bij gewoon gebruik niet heel warm. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik heb er wel ook natuurlijk op gegamed, spreek voor zich. Gaat hij herrie maken? Nou, hij gaat geen herrie maken. Het is niet zo'n het is geen stofzuiger. Ja. Maar de bovenkant wordt best wel warm. En omdat de behuizing van aluminium is, is dat niet heel super prettig. Aan de andere kant, je zal hem niet zo snel echt op schoot hebben als je een gamer bent. Eigenlijk nooit. Of je bent een soort van circus clown die dat wel kan of zo. I don't know. Het zou kunnen. En verder is het gewoon een... Het is echt een heel fijn ding. Er zit een 1080 scherm op, maar wel met een refresh rate van 144 hertz. Okay. Dus dat is qua game helemaal lekker. Ik ben echt zwaar onder de indruk. Alle poorten hebben ze er nog in weten te proppen. Ja. USB 3 poortjes. Ethernet poort. Ethernet poort, USB-C poortje, HDMI out, mini display poort. Ik zou hem echt gewoon willen hebben. Dus bij deze MSI. Maar het ding is een beetje, ik zeg willen hebben, het is niet een goedkoop apparaatje. Ja, dat dacht ik al. Dus, wat kost dit? 2799 euro's. Ja. 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 Heel duur. Maar ja, je betaalt wel voor een dun en mooi design. Ik kan niet anders zeggen. Er zijn natuurlijk van talloze benchmarks op losgelaten. Wat zit er ook weer in? Oh ja, de i7-8750H zit erin. Hij heeft 32 gigabyte werkgeheugen standaard. En een harde schijf, een SSD'tje van 512 gig. Dus ja, wat dat betreft zit ook wel snor. Ik ben niet zo van de benchmarks, moet ik eerlijk zeggen. Ik draai er gewoon een spelletje op, draait het goed, dan ben ik er blij mee. Nou, PUBG is altijd... Ja, dat heb ik ook vaak met dat hoor. Dan moet er, weet je, het oog wil ook wat, het moet er goed uitzien. Geen bezels, of kleine bezels. Ja, slim bezel design is dit. Ja, dat is nice. Lekker toetsenbordje. Dat is dus ook een ding. Vreselijke numpad hebben ze weggelaten, wat je eigenlijk 9 van 10 keer toch niet gebruikt. Ja, dat is dus het ding. Kijk, ze hebben de standaard SteelSeries erop gezet. En ik vind dat heel prettig. Maar sommige mensen die hebben wat meer mechanische toetsen en die vinden dat deze inslag te oppervlakkig is. Ik heb er geen last van. Nou, ben je een rammer of ben je een glijer? Ik ben een glijer. Ja, ik ook. Ja. Daarom is dat fijn. Ja, en zeker als je ook veel stukjes tikt, dan is dit een helemaal prettig ding. Je moet het er maar net voor over hebben, maar... Ik zie het niet zitten om als 40-plusser, ga maar gokken, om als 40-plusser met zo'n opzichtige toeters- en bellen-laptop ergens te gaan zitten. Eens. En mocht je nog wel de RGB-kleurtjes willen aanzetten, want dat kan je natuurlijk, er zitten natuurlijk wel gewoon bij de SteelSeries zitten de RGB'tjes op. Tuurlijk. Ja. Dan kan het gewoon via het Dragon Center gebeuren, wat standaard op MSI gaming laptop zit. Oké. Okay. En ja, nou, ik ga maar sparen, denk ik. Ik moet gaan sparen. Veel minpunten valt er ook niet over op te noemen. Dat hij echt best wel pittig warm wordt, is een beetje jammer. Ja. En gewicht is fijn. Je kan ook. Dit is ook een feature. Wacht even, dit is ook een feature. Ga je nu alles wat ik meeneem, ga je dat schudden? Ja, je moet even kijken of dat scherm schudt, toch? Ja, dat scherm zit vast. Sterker nog, dat scherm kan ook als je een presentatie houdt, zeg maar. Breekt. En dan kan je gewoon zeggen van nou.
Kan we ook helemaal zien? Dubbel? Of niet? Nee, laten we dat maar niet doen. Maar goed, als je dus... Ik zeg, als je 2800 euro hebt liggen en je bent ook niet zo van de ja, opzichtige meuken, wat gewoon best wel vaak het geval is bij gaming laptops en desktops, dan is dit de machine om naartoe te gaan. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, we hebben de Zephyrus natuurlijk ook in handen gehad. Kiele, welke ik zou nemen. Ja. Oké. Ja. Dus, specs, alle specs die gooien we hieronder natuurlijk. En volgende keer mag jij weer wat meenemen. Ja, nou, dat duurt nog een paar weken, denk ik. Ja, wordt dat iets met toeters en bellen? Huilende baby, denk ik. Huilende baby. Dat is awesome. Doet me denken aan een aflevering die ik ooit heb gedaan met Nino, die zijn puppy meenam. Ah, oh, dat is dat. Ja. Anyway, tot volgende De Harde Waarheid. En succes, man, met je kind. Mag ik de laptop? Ik wil een spelletje mee. Nee, het is mijn laptop. Het is mijn laptop. Totdat ze me terugvragen, oké? Okay? Oké. Thanks.